Dit is de Telegraaf Nieuwsflits van vrijdag 19 augustus met het nieuws in 100 seconden. Ook kinderbijslag zonder verblijfsvergunning, hakenkruis in hoofd gebrand, Dordtse voetballers moeten fluisteren, televisie van werkvloer verbannen, vierjarige dominee maakt furore en Harry van Derk wordt 70 en vader. Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning krijgen gewoon kinderbijslag. De Raad van Beroep vindt dat Roma-families die door ons land zwerven recht hebben op de uitkering. Het CDA in de Tweede Kamer is boos, want de mensen die bijslag ontvangen betalen geen belasting. Laat staan dat ze werk hebben. Twee Amerikaanse neonazi's blijken een groot hakenkruis op het hoofd van een indiaan te hebben gebrand. De Navajo werd urenlang gemarteld door het tweetal. Met een verhitte kleerhanger werd een hakenkruis op zijn arm en op zijn hoofd gebrand. De daders riskeren 10 jaar cel. Spelers van OMC in Dordrecht moeten van de rechter fluisteren als ze op het splinternieuwe kunstgrasveld voetballen. Sinds de vereniging het nieuwe veld in gebruik nam, regent het klachten van omwonenden. De rechter geeft de buren groot gelijk. De klagers eisen dat de club nog maar 1 avond per week traint en maximaal 1 maal een wedstrijd op het veld speelt. Veel bedrijven gaan televisies verwijderen nu op grote schaal rekeningen worden verstuurd. Het bedrijf Videma rekent honderden euro's voor beeldrechten. Wie niet betaalt, krijgt een deurwaarder op de stoep. De Raad Nederlandse Detailhandel roept in de Telegraaf ondernemers op om niets te betalen omdat de regeling illegaal zou zijn. Cannon Tipton is de jongste tv-dominee van Amerika. Het kereltje uit Mississippi greep al voor zijn 2e verjaardag voor het eerst naar de microfoon in zijn vaders kerk. Vader Damon denkt dat God zijn zoon heeft voorbestemd om geestelijk leider te worden. Harry, de assistent van Derek, wordt 70 en opnieuw vader. De 34-jarige vriendin van Frits Wepper is 5 maanden zwanger. De bejaarde acteur heeft al een dochter van 29. Dit was de Nieuwsflits. Lees verder op de site het laatste nieuws over het drama bij Pukkelpop en het verhaal dat gietijzeren gasleidingen onder ons land levensgevaarlijk zijn. Tot maandag.